Arnoud, had jij vroeger een mooie jongenskamer? Ik had een echte jongenskamer, ja. Er stond een discotheek op natuurlijk ook. Hè? Een draaitafel, een mengpaneeltje erbij ook. Mm-hmm. En mijn vader had een bed op poten gemaakt. Dus ik sliep hoog en daaronder was dan weer mijn bureau. Daar had ik een beetje meer ruimte van. Maar dat had je allemaal zelf gemaakt, hè? Dat was niet helemaal gestyled. Nee, mijn vader had gedaan. Oh. Ja, die was een luxe kamer voor die tijd. Ik had best een luxe kamer ook. Meestal was het een bed en een plank. Ja, inderdaad. Ja, nou, moet ik wel zeggen, mijn vader had dan, want ik was al in de muziek en weet ik wat, dus ik had een plaat spelen. Die had een speciaal meubeltje wel gemaakt voor me tegen de muur. En dan kon ik een la opentrekken en er zat dan een mengtafeltje in. Oh, mooi dat zeg. Dat vond ik echt mooi gemaakt. Dat was ook wel luxe. Ja, dat was wel luxe, ja. Maar tegenwoordig? Tegenwoordig. Moet het dan allerlei andere eisen voldoen? Dan moet je gesteld en helemaal in kleur en... Een tienerkamer moet helemaal gesteld zijn. Tienerkamer, ja. Ja, maar ja, goed, ze zien natuurlijk ook van alles. Ik ga eventjes mijn eigen dochter naar, die is 16. Die weet ook precies gewoon hoe haar kamer eruit moet zien. Ja, met welke accessoires, welk behang er op de muren moet. Of geen behang, de echt betonlook en zo ook. Ja. Maar jij hebt de nieuwste trends op het gebied van tienerkamers. Nou, ik heb gewoon wat advies van hoe je een leuke tienerkamer en ook met een beetje budget. Een leuke tienerkamer. Stop de tiener erin en doe hem op slot. Stop, ja. We hebben nog niet eens verteld, Annemarie Oost is in de studio. Annemarie Oost, ja. Ik ben er. Hi. Nou, vertel. Nou, de scholen gaan weer beginnen. En voor de velen zijn de scholen al begonnen. Maar hier hebben we nog vakantie lekker. Ja. Dus we hebben nog een weekje, een half weekje nog. Hè. Mm-hmm. Ja. Maar ja, er zijn veel die naar de middelbare school nu voor het eerst gaan. En die willen eigenlijk wel van die kinderkamer af. En die willen nu echt een tienerkamer. Want ze gaan naar de grote school. Nou, hoe kun je dat nou het beste doen? Ja, wat is een tienerkamer? Dan moet ik natuurlijk een bureau in. Ja, dan gaan al die zacht tintjes en die kleine frutseltjes de gaan Hello eruit. Hello Kitty behang kan eruit. Ja, en de Playmobil gaat eruit. En het Lego wordt toch wel aan de kant geschoven. Ja. En dan moet er toch wel een mooi werkbureau in. Een beetje een loungehoek willen ze er wel in. Ja. Maar om nou wat tips te geven voor je zo'n tienerkamer, begin met basiskleuren. Gewoon wit, grijs. Doe dat op als basis van de tienerkamer. En maak het af met hele stoere accessoires. Dus met een stoere tint. Maar je kan bijvoorbeeld ook wel één muur een leuke fotoprint geven. Met een New York of met een mooi strand. Mm-hmm. Dat je daar wel een eyecatcher effect op hebt. Maar eigenlijk is het gewoon van, doe de basis heel rustig voor zo'n tiener. Ja, want je hebt wat foto's meegenomen. Het is allemaal vrij wit, een beetje grijs, maar niet uitbundig of zo. Het is niet echt uitbundig. Nee, maar een tiener heeft best wel een druk bestaan. En als hij dan aan het werk gaat voor zijn huiswerk, of als hij even wil loungen, is het eigenlijk dat zo'n tiener eigenlijk best wel rust even nodig heeft. Ja. Die wil gewoon eigenlijk wel even een relax modus. Dan moet je eigenlijk niet te veel hebben op die kamer, zodat er nog best wel heel veel prikkels op hem afkomen. Ja, ja. Hey, maar je zegt ook, hou het vrij rustig, een beetje wit, een beetje grijs. Ja, dit zijn eigenlijk de plaatjes die je op de televisie nu te zien zijn eigenlijk wel meidenkamertjes. Ja. Ik kan geen jongenskamers op het moment vinden. Mm-hmm. Dat is heel schaars. Nee, maar als je gebruik maakt van kleuren, dan zijn het wat zachtige kleuren. Ja, je hebt nu de trend is nu voor echt wel dat zacht groen, zacht roze, de flamingo roze, zacht blauw zie je ook wel. Dat is echt wel voor een tienerkamer. Ik vind eigenlijk ook wel wat stoerder voor een jongen, wat harder blauw. Maar dan gewoon wat in de kussens of in wat accessoires daarin. Of een stoere blauwe stoel. Ja, en je moet natuurlijk ook zorgen voor gewoon een goede werkplek. Ja, een goede werkplek is echt wel een vereiste voor een tiener. En gewoon dat hij wat meer daar ruimte voor heeft. Ja. Er zijn er ook regels voor. Hoe zet je dat bureau bijvoorbeeld neer? Moet je dan rekening houden met ramen en zo? Nou, zet je het haaks of in de rug? Nooit, eigenlijk nooit onder een raam. Want vooral als ze een scherm hebben waar ze voor de computer waar ze op kijken, kijk je vaak in het licht en moet je ondertussen weer op je scherm kijken. De heen en weer kijken is gewoon te confronteren voor je ogen en is heel erg vermoeiend. Ze zijn al heel erg vermoeiend door het vele werk wat op hen aankomt, vooral het eerste jaar. Maar dat vermoeit de ogen nog meer en krijg je hoofdpijn. Ja. Ik kan me nog herinneren, dan ging je weer naar school en dan ging je weer de kafpapier gekocht. Ja. En je mocht dan eens een keer een nieuwe liniaal. Maar dan zat je al een geodriehoek. Ja. En dan zat je al op 25 gulden. En dan was het wel gebeurd. Maar als ik nou naar al die foto's kijk van al die interieurs. Ja. Dan ben je wel een vermogentijd en al nou, ik vond het wel meevallen. Mijn dochter gaat nu voor het eerst naar de middelbare school. En we hebben de hele HEMA bijna leeg gekocht. En het viel me eigenlijk best mee. Ja? Maar de keuze was reuze. Dat was echt heel... En alles moest wel bijpassend, want ze waren allemaal pasteltinten. Maar het moest wel allemaal bijpassend bij wat ze eigenlijk allemaal heeft. Dus het was
Ja, er is heel veel keus nu wat je kan kiezen. Maar is het nou echt, even opvoedkundige, is het echt nodig? Of kunnen ze gewoon ook, laat maar zitten, je hebt een prima bureau. Je hebt een bureau en je hebt een bed en daar is je slaapkamer voor. Of moet je tegenwoordig dit wel doen? Nee. Je kan ook gewoon bij de goedkopere winkels wat leuke accessoires kopen. En je hebt zo'n groot warenhuis waar je best wel goedkoop een bureau kan kopen. Of alleen een plank. Mijn dochters hebben alleen een plank met van ja, stutjes eronder. Oh ja. Ja. Een bureaustoel eraan. En ik heb nog zo'n katje bij dat grote warenhuis gekocht. Nou, dat is genoeg. Ja. Als die plank maar groot genoeg is. Wat jij zelf ook zegt, je moet het ook weer niet te druk maken. Want dat zorgt alleen maar voor afleiding en prikkels ook. Ja, gewoon een mooi rustig wit bureau. Is prima. Het zijn inderdaad wel dames. Het zijn dames. Slaapkamers. Want, wat had jij aan de muur hangen? ik had heel veel posters aan de muur. Ik had allemaal Backstreet Boys en had je? Ja, wij ook, maar dan Pamela Anderson. Pamela Anderson en zo. Ja, en Wham, ook dat. Ja, heel invloedrijk ook. Spandau Ballet. Je bepaalt ook een stukje, zo'n kamer, daar zitten ze heel veel tijd zitten ze daar te studeren. Ja, hè? Of huiswerk te maken. Of muziek te luisteren. Dus je beïnvloedt ze ook een beetje natuurlijk ermee, hè? Hoe een kamer is. Je geeft ze iets mee eigenlijk ook wel. Ja, je geeft ze wel iets mee. Maar eigenlijk hebben ze zelf op die leeftijd echt wel heel goed wat ze willen. Ja. Wat is nou eigenlijk een don't go? Wat moet je echt niet doen op een tienerkamer? Wat moet je nou niet doen op een te veel te vol zetten? Ja, toch weer. Niet probeer die ruimte goed te benutten. Als er geen loungehoek in kan, probeer van het bed een loungebank te maken. Ja. En maak niet apart nog een loungehoek, omdat het moet. Ja. Ik mis nog één ding op de foto. Het is een wasmand, want het is toch wel aardig om een wasmand. Want pleuren ze gewoon op de gang. Ik kan nog bij mijn zusje op de kamer. Dat was. Ja. Ik was ook wel redelijk netjes, vind ik zelf. Ik denk dat mijn moeder daar anders over denkt. Ja. Maar dan moet je gewoon even netjes in de wasmand leggen, toch? Ja, tieners? In de badkamer. Ja. Hey, verlichting. Hoe belangrijk is dat? Verlichting, ja, gewoon een goede bureaulamp. Sowieso. Mm-hmm. En een goede verlichting aan het plafond. Ja. Een bureaulamp die goed van bovenaf kan goed komen. Van bovenaf, niet vanaf de zijkant. Niet in je ogen. Want dat vermoeit weer je ogen weer heel erg. Maar er is genoeg te krijgen. En hoeft ook echt niet duur te zijn, een goede lamp. De herfst komt eraan. Ja, de herfst komt eraan. De blaadjes allemaal weer naar binnen toe vegen. Nou, liefst naar buiten. De eikels en de kastanjes weer op de tafel leggen. Ja, en zo, dat is nog wel echt van vind ik eigenlijk nog wel een beetje oudbollig. Ja, dat mogen dus in de studio hier ook geen eikels en dat soort dingen. Dat is, nou, wie weet. We moeten nog shoppen en we gaan kijken wat de trend in de winkels doet. Ik heb nog niet echt rondgekeken, want ik ben nog op vakantie. We zitten nog een beetje in de zomermood ook. Hè? Ja, dan komt het mooie weer er nog wel doorsluimert. Dus dan zijn we nog niet echt met herfstblaadjes bezig. Nee, maar als je naar de kleding kijkt wel. Dikke winterjassen hangen. De winkels liggen vol met winterjassen en herfstkleding. Daar is het niet goed voor. Nee, maar ja, dus al af en toe. Merk jij dat dan ook een beetje gewoon? Dat mensen zeggen van, ik wil helemaal nog niet aan die herfst denken, joh. Dus ik stel het nog wel even uit. Van de week kreeg ik dus mensen van, nou, ik ben wel toe om even weer even de schoonmaken door en even alles weer anders neerzetten. En even restylen. Ja, meestal gaan mensen even restylen en dan doen ze even wat de herfsttinten weer terug. En ik kreeg van de week wat reacties van, nou, ik ben wel toe om even te schuiven. Ja. Nou, bij ons ook. De flamingo mag op stok. Ja, dus, die gaan binnenkort gaan we hier ook refitten. Neem je hem zo mee? Geef hem wat te eten. Wat zijn de trends voor najaar? Nou, echt aardetinten. Dus echt donkerrood, donkerblauw. En gecombineerd met wat zachtere tinten. Dus met poederroze bijvoorbeeld. Dus donkerrood met poederroze of donkerblauw met poederroze. Vloekt dat niet? Nee, dan krijg je weer een warme tint met een hele zachte tint. Oh. En dat maakt juist heel warm. En daar zijn het rood wat in ons logo zit en wat wij hier in de studio hebben. Dat is echt wel weer zo'n heftige. Het is echt brandweerrood. Maar die komt wel terug. Oh, ja? Deze kun je dan wel heel goed matchen nu met dat hele warme oranje. Dus echt dat aardekleurige oranje of bruin. Ja. Ah, okay. En daar kun je deze wel heel goed mee matchen, deze kleur rood. Ja. We moeten volgende week de verfkast meenemen, hoor ik. Ik denk het, ja. De roller. Wat Terra zo links en rechts aanbrengen. Nou, ik kreeg toch het advies dat dat niet mocht. Sommige dingen moet je gewoon doen, weet je wel. Maar je hebt een foto meegenomen van zoals het eigenlijk. Dit is de trend dat we nu zien. En wat zien we nu? De hardwood kleur. Dat is de kleur van 2018. Een soort grijs. En dat is een beetje grijs, leverachtig roze. Het is, je kan er echt geen pijl op trekken wat het nou is. Of het leverachtig
kleur. Maar het ene keer, 's avonds lijkt hij grijzer en overdag lijkt hij roze. Dat lijkt me dan ook moeilijk uit te kiezen bij de verfwinkel waar je staat. Dat je als je in een verfwinkel staat, is het heel moeilijk verf uit te zoeken. Ja. Ik kom meestal bij de mensen thuis en neem een waaier mee en dan kijk ik naar de lichtinval. Waar het licht vandaan komt, wat voor verlichting ze hebben. En daar kijk ik wat de kleur doet. Ja, maar je hebt soms ook de smeren door een muur. En dan op zo'n groot vlak lijkt die heel anders dan op zo'n waaiertje. Ja, klopt. Er zijn ook van die merken, dan heb je van die proefstukjes. Als ik een kleur adviseer van dit is een mooie kleur voor hier. En dan meestal hebben ze dan die hele muur leeg. En dan doen ze die kleur erop en dan schrikken ze heel erg. Ja. En dan zeg ik, ja, dan kom ik van, ja, maar we weten niet zeker of het de kleur is. Dan zeg ik, ja, maar dat komt goed. Ga gewoon door. We zetten straks de meubels er tegenaan. En dan is het aan het einde een plaatje. Je kunt altijd nog wit maken. Maar mensen zijn er heel onzeker in met kleur. Ja, nou ja, ja, goed. Het is wel iets heel bepalends wat je in je huis krijgt natuurlijk. Je ziet nu heel veel dus aardetinten, maar ook met hele luxe materialen. Okay. En vooral in het najaar, omdat we met herfst, dan wil je wat warm zitten. Dan wil je sfeervol zitten, want dan zit je veel thuis. Ja, oké. Okay. Hey, we moeten snel eventjes door. Ik zie nog een paar leuke dingen. Een beetje Beyoncé look. Een Beyoncé look. Ja, beetje dat goudachtige tafeltje. Ja, beetje aubergine. Ja. En donkerblauw. Ja. Oké. Okay. En goudkleurig. Ja, en wat zit daar onderaan? Allemaal goudkleurige muntjes of ja, zo? Ja, muntjes, dat zijn voor stijlborden, zeg maar, om te laten zien wat de stijl is voor komende tijd. En paars hebben we hier ook nog een beetje in verschillende kleuren en zo. Nou, goed. Ik heb ook nog een paar andere datums van de woonbeurzen. De woonbeurzen komen eraan. Landleven heeft een evenement van 7 tot en met 9 september in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat is alles over het buitenleven. De beurs Eigen Huis komt er weer aan, 21 tot 23 september in de jaarbeurs in Utrecht. VT Wonenbeurs, waar ik zelf ook op werk, is in de Rai in Amsterdam van 2 tot 7 oktober. De Designweek hebben we nog. Dat is van 20 oktober tot 28 oktober. Mm-hmm. Dat is in Eindhoven. En we hebben nog 6 oktober de Open Huizendag. Oh, daar mag je gewoon even overal binnen gaan kijken. Overal even zijn er dan kijken. Ook huizen die de nieuwe stijlen, zeg maar, de nieuwe trends daarin in aanpassen? Er zijn allemaal huizen die te koop staan. En er zijn wel mooie huizen bij die goed gesteld zijn waar je zo in kan. Ja, want dat verkoopt goed. Ja, dat verkoopt goed. Mag ook bij jou dan? Nou, mijne komt over 2 weken te koop, dus wie weet. Oh, dus dan ga je van de ene kant van Urk ga je naar de andere kant? Ja. Oké, goed. Nou, de datums, mocht het allemaal een beetje te snel zijn gegaan, we zetten het zometeen ook natuurlijk dit item op internet. En vanavond tussen 7 en 8 uur herhalen we het nog een keertje. Annemarie Joost, dankjewel. Ga lekker verder met je vakantie, want je was toch op vakantie? Ja, ik ga nu weer terug naar mijn vakantieadres. Oké, veel plezier daar. Bedankt. Dankjewel. Doeg.